altijd dat ik met mensen wil werken. En mijn moeder werkt ook in dit vak. Ja, en daaruit kwam verpleegkunde naar voren. De opleiding duurt 4 jaar in een normale variant. Er zijn ook studenten die er langer of korter over doen. In elk jaar ga je op school les krijgen en in de praktijk ga je stage lopen. En we hebben dus een hele nauwe aansluiting daarmee. Leerlingen die in de zorg willen gaan werken, doen dat met hun hart. En dat zien wij in de lessen ook meteen terug. Ze zijn heel erg geïnteresseerd. En helemaal als ze ook in de praktijk hebben stage gelopen. Dan weten ze precies waarvoor ze het doen en willen ze ook heel veel leren. Nou, een van de belangrijkste ontwikkelingen die nu gestart zijn en de komende jaren ook steeds zichtbaarder gaat worden, is dat mensen minder snel opgenomen worden in een ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling en wat langer thuis blijven. Dus dat vraagt van verpleegkundigen die nu in opleiding zijn, dat ze over 4 jaar moeten werken op een afdeling, maar wellicht daarna ook in een thuissituatie. En er wordt steeds meer een aanspraak gedaan op zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. Dus daar zullen ook de banen gaan liggen. We zien in het eerste en tweede jaar veel stages in de ouderenzorg en in de thuiszorg. En in het derde jaar zijn de studenten veel in stage in de psychiatrie, op gehandicaptenzorg en in de algemene ziekenhuizen. Als je in de psychiatrie de opleiding voor verpleegkundigen gaat doen, is het vooral belangrijk dat je in staat bent om het contact met mensen te maken. En vooral te kijken naar wat zit er gedragsmatig, wat is er aan de hand bij mensen. Maar ook met name, wat is nou het specifieke ziektebeeld waarop een medische diagnose is gesteld. Het kan soms wel heel moeilijk zijn, omdat je soms ook te maken hebt met de onvoorspelbaarheid van mensen. En dat je heel erg moet begrijpen, of je heel erg moet kunnen inleven in wat is er nou met iemand aan de hand. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen bel gehad. De hele nacht niet? Nee, geen bel gehad. En ik heb zo'n pijn in mijn rug. Ik wou een beetje rechtop zitten, maar de bel die kan ik helemaal niet bij. Dan halen we zo meteen even uit bed, hè? Ja. Beter voor de rug. Ja, dat is goed. Oh, ik heb zo'n pijn in mijn rug, joh. Voorzichtig. Dan helpt de andere zuster u met de benen en dan help ik u hier. Ja? Au, 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 au. Au, au, au. Ja. En nou, wat gaan we nou doen? Nou, is soms best lastig, ja. Maar zo leert wel goed. Ja, we krijgen natuurlijk ook gewoon echte mensen, om het maar zo te zeggen, op school. Die als acteur, als simulant spelen. Waar wij dan op moeten oefenen, om het maar zo te zeggen. Dus ja, je kan natuurlijk wel op een pop gaan oefenen. Maar dat is niet echt een goed beeld van hoe het in de werkelijkheid ook gaat. En ja, we krijgen nu verschillende simulanten met verschillende karakters. Ook natuurlijk hoe mevrouw zich gedraagt. Je bent als mens zijnde je eigen instrument heel erg. Je hebt geen hulpmiddelen, ja soms wel een spuitje om het zo maar te zeggen. Maar jij bent de mens die de zorg verleent. Dus je moet jezelf heel erg durven en willen ontwikkelen, anders ga je het niet redden in het beroep. Nou, er is nu bijvoorbeeld een nieuwe opleidingsvariant ontwikkeld voor werken in de VVT. En het VVT staat voor verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg. Waardoor wij mensen die nu al werkzaam zijn bij een thuiszorgorganisatie een opleiding kunnen geven. Dat is dan een BBL-opleiding, dus werken en leren op hetzelfde moment. En die sluit naadloos eigenlijk aan op de praktijk. Ik leer ook alle verpleegtechnische handelingen die je nodig hebt om verpleegkundige te kunnen zijn. En ja, in mijn werk zal ik die bijna niet tegenkomen. Maar het is belangrijk om ze wel te herkennen als er problemen zich voordoen. Zodat ik dan een arts kan inschakelen voor cliënten. Nee, ik vind het leuk om alles wel te kunnen. En ik vind het ook belangrijk dat ik alles kan, mocht het voorkomen. Op ROC leer je leert wel genoeg om een goede basis tot verpleegkundige te hebben.